Hallo! Goedemorgen! En welkom bij update nummer 38. 38 alweer. 38. Midden april is het inmiddels. Midden april. En ja. Je weet waarom je zit, hè? Ja, voor de nieuwe update weer, jongens. We hebben weer van alles om te laten zien. Ik zit hierin. Oh. Ja, hier staat een groot ding. Ik ben even benieuwd wat dit is eigenlijk. Onder andere deze vierkante de kist. Met een mooi dobbelsteen eronder. Oké. Leuk. De vraag is, wat kun je ermee? Nou, zet het maar eens overheen. Ja, echt? Ja, nu moet er iets gebeuren. Oh dan. Wacht even. Wordt het hele ding dus in één keer rood? Oké. Okay. Nou. Ben ik benieuwd. Als je rood kan, en zwaai nog eens. Knippen vingers denk ik dat niet werkt, maar goed, dan heb je... Nou, kom op nou. Ja. Wordt hij gewoon... Hey. Oké, helemaal dank blauw. Wel. Nou, de ultieme uitdaging. Kun je ook regenboog kleuren? Dat is vier keer. Oh. You're right. Echt? Ik denk het wel. Hold on, kijk dan hier. Kijk eens. Oké. En die zijn ook echt gewoon... Ja. Oh ja, het is plat staan nu. Niet hol of zo verder. Oké. Nou, dit is de Tora Color Changing and Split Dice. Ja, je hebt een mooie naam, hè? Ja, en het is mooi, ook hoor. Weer heel goed gemaakt. We mooi. Hebben een pas binnen. Mooi carbon zit erop. Ja, het is mooi, helemaal mooi gedecoreerd ook. Camera, maar... Een heleboel cool. Dobbelsteentjes. Alles gemaakt van hout. Ja, goed gedecoreerd. Geen prularia, dat noemen we echt goed gemaakt. Ja, en nagenoeg zelfwerkend. Je moet wel iets doen, maar ik bedoel, als je dat verpest... Dan zoek lekker een andere hobby. Ja, dat is beter, ja. Weet je, dan is ze... Dan weet ik het echt niet meer. Het zit hem in de voorbereiding. Als je het goed neerzet, dan werkt het allemaal. Ja, moeten we er meer over vertellen. Behalve dat het goed gemaakt is en bruikbaar is en kleurrijk is en visueel. Vet cool. En nu bedenk ik, wat je ook zou kunnen doen, optioneel... Mm-hmm. Die dobbelstenen kun je ook weglaten. En alles wat in de plaats van deze dobbelstenen past, kun je ook gebruiken. Dus je kunt een dobbelsteen laten verkleuren en dan staat er... Er staan nog glazen champagne, of er staat een boek, of er staat een, weet ik veel, alles wat... Ja. Een hamster in kunnen. Ja, maar dat was ik aan het denken, maar dan zou je even kleine luchtgaatjes moeten maken. Ja, ja. En een dode hamster. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat kan ook. Je bent dus niet gebonden, en dit, als je deze dingetjes weghaalt, kun je het ook laten veranderen in wat je maar wil. Oké. Okay. Tora Color Changing and Split Dice kost €185. Maar dan heb je wel iets heel moois. Het past allemaal heel precies, heel mooi. Dus het is echt een aanrader. Absoluut. Alright. Zo. Wat hebben we nog meer? Nou, ik heb een mapje meegenomen. Tot zover niks speciaals. Maar in dat mapje zitten drie kaartjes. Zal ik je laten zien. Daar zijn de vrouw, de koning en een andere koning. En de bedoeling is dat je die vrouw in het midden in de gaten gaat houden. Dat lijkt me niet echt ingewikkeld. Dat is ook zo. Ik weet wel wat het midden is, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, exact. Ik zal hem zo omdraaien. Tot zover nog niks spannends. Die vrouw die zit nog steeds hier in het midden. In ja. Het midden. Ja. Het mooie is, als je één keer doet. Ja. Er is een vrouw nu in het midden. Ja, ja. En dan springt die. Boom. Oh. Dan springt hij over naar de andere kant. Nou, het mooie is, kijk, als je vrouw hier hebt, aan die kant, 1, 2, 3, kijk, dan springt hij over weer naar die kant. En dan kan je deze weer terug in het midden doen, zo, hier in het midden, let op, 1, 2, 3, ja hoor, weg, en hier in het midden van het mapje, zit de vrouw weer terug. It's amazing! Ja, it is amazing! Leuk! Van Mark Mason, in de middel. Nou, waarom zou het weten? Ja, logisch. Vet gaaf, ik vind het vet gaaf. Ja, en ik kan nog uitgebreider zelfs. Ik kan een stuk uitgebreider nog. Ik heb niet heel lang geoefend, of zeg maar... Bijna niet. Helemaal niet. En dat visueel overspringen, dat is super kicken. Als je er van dichtbij op staat, dan ziet het er misschien nog beter uit als op de camera misschien zelfs. Het is echt
fucking goed gemaakt. Ja. Je krijgt zo dit mapje erbij. Deze drie kaarten. De gimmicks aan zich. Dat zijn ook de kaarten. Een dvd'tje. Ja. In de middel. Waar alles op staat. Voor 27,5 euro. Ja, dat is heel goed te doen. Dat is niet moeilijk ook. Nee. Dus dat is even belangrijk om te weten ook. Want veel mensen vragen altijd, is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. En de prijs is vriendelijk. Dus absoluut. Aanradertje. Oké, okay, in de middel. Ik heb hier 3 munten. Laat het voor gemak even noemen Chinees, zilver, koper. Is misschien makkelijk te onthouden. Zou ook zwart kunnen zijn, maar ook Chinees, zilver, koper. Qua kleur. Duidelijk? Ik snap het. Oké. Okay. 3 munten. Ik sluit mijn hand en ik haal er eentje uit. De zilverkleurige. Mm-hmm. Tot zover niks bijzonders. Leg ik even weg hier. Wat blijft er over? Dat is dan de Chinese en de koper. Goed zo. Nee, dat gaat toch knap. Nou, hoe is het mee doen met het talent? Hartstikke goed nog. Tweede poging. Kaal. Chinees. Ja. En koper haal ik eruit. Mm-hmm. Wat blijft er over? De zilver. Goed zo. Nou, dit is echt zo blubbend maken. Let op. 3 munten. Je hebt die idee nu door, het systeem. Toch? Ik bedoel, exact. Ik haal de zilver haal ik eruit. Wat blijft er over? De Chinees en de koper. Oké, okay, voor de duidelijkheid, die zitten dus hier. Ik heb een pluisje gevangen. Kijk, dit is de zilveren, dit is de Chinees en de koper. Dus nog een keer, we hebben hier zilver, we hebben koper en we hebben Chinees. Ja? Ja. Ik haal de zilver eruit. Ik zal denken dat het zilver is. Gok ik eventjes. Ja, het is een zilveren zie. Mm-hmm. Echt in mijn hand hier. Wat hou ik hier dan over? De koper en de... Nee, die liggen hier. Ik zal er één keer. Ik zal even heel eerlijk doen. Ik haal er 1 munt uit. In dit geval de zilveren, echt de zilveren. Ja? Ik zeg maar, ik leg hem weg dat ik niet kan valspelen. Heel veel mensen denken dat is misschien beter. Ja. Wat heb ik hier dan? Je had de zilver, dus de koperen en de Chinezen. Nee, hier kijk die zilver. Die koperen en Chinezen liggen gewoon in mijn zak. Zeg maar. Nou, normaal werk ik, wat ik nu wegleg, is je normaal je zak. Maar dat zit niet handig. Dus dit is de zilver, koper, brass. Koper, zilver, brass, transpo, classic coin heet die ook wel. Kijk maar. Max van de mensen mogen checken, mogen alles onderzoeken voor de routine, na de routine. Kost 57,50. De Silver Copper Brass Transposition van Tango Magic is goed gemaakt. Er zijn diverse mensen die er hele mooie routines mee hebben ontwikkeld. Uit mijn hoofd was Karl Heijn ook iemand die daar een mooie routine mee had. Dus kun je vinden op allerlei dvd's, boeken en noem maar op, kun je daar mooie dingen mee vinden. Dit is de simpele basisroutine voor de Silver Copper Brass. Dus als je interesse hebt, uiteraard, hij is te koop. Cool. Compleet met alles wat je nodig hebt. Je hebt verder van jezelf geen extra munten nodig te bestellen in onze webshop. Of kom naar de winkel en we geven je nog een keer een demo. Als je dat wil. Oeh, heb je al gezegd voor die... Ja, 57,5. Okay. Ja. Oké. Okay. Yes. Oh, je hebt nog een hele berg liggen. Ik zit te denken... Ik ga hiermee beginnen. Ik heb hier een mapje, daar kom ik dadelijk op. En dan wil ik eigenlijk voor jou een ring lenen, als dat zou kunnen. Alweer? Ja. Mijn ring is altijd te pineten. Ja, je mag ook mijn ring. Heb ik deze gebruikt. Okay. Dat is een mooie. Dat had ik al een mooi, het is een simpele ring. Het is een trouwring, maar hij is wel waardevol in de zin waar hij voor staat. Emotionele waarde, ja, exact. Maar het is niet eens echt een verbluffend mooi speciaal exemplaar of zo. Ik zal hem een beetje schoonmaken. Had ik al gedaan gisteren. Echt? Ja. Wil je ring altijd schoonmaken? Nee. Wacht, ik zal hem hier invouwen. Maar dat wordt niet zo'n ingewikkelde truc, hè? Het valt op zich wel mee. Laat dit naar boven zo. Dan mag je even zo. Hoppakee, dan mag je hem zo eventjes vasthouden. Dan heb ik hier ook mijn aansteker. Hallo. Ja, daar gaat niks gebeuren. Vertrouw op mij. Doe het even niet boven de mat. Kan je zo zien? Daarom deden we het ook even niet boven de mat, dat was een flink vel papier. Waarom? Even een idee. We kunnen jullie zien, het is buiten beeld, maar er is geen ring meer.
Waarom, ja, inderdaad. Waar is jouw ring naartoe? Ja, niet hier. Nee, ja, ik had hier een mapje zitten. Je ruikt het inderdaad nog. Kijk, en in dit mapje, je moet maar eens kijken hier. Er zit helemaal dicht, gesield. Nou, het mooie is, ik zal hem eens openmaken hier zo. Kijk, er zit in dit etuietje, of hoe je het ook wil noemen, zit nog een nieuw etuietje. Mm-hmm. En in dit etuietje zit ook weer een nieuw etuietje. En in dit etuietje, daar zit een rood doekje in. Mm-hmm. En in dit rode doekje, ik zal hem zo openvouwen, daar zit hier in het midden, kijk eens aan. Mijn ring, jouw ring, die gisteren op zo'n gemaakt. Ja, dat is hem, ja. Absoluut. Nou. Mooie. Nee, dit was Nest of Wallets. Nest of Wallets. De nieuwe versie, super soft. Van oftewel, Nicholas. Nicholas Einhorn. Het idee is trouwens niet van Nicholas Einhorn, het is een heel oude truc. Het komt, als ik me niet vergis, uit België. En ik ben wel even de naam kwijt nu, met alle met excuses dat ik niet weet. Zou zomaar kunnen zeggen Jean-Paul Mertens, dat klopt, dat hij dit ontdekt heeft. Ja, het is een super soft versie. Er is een, denk ik, nou, 2 jaar geleden of zo, misschien langer, is er een versie uitgekomen, dat waren een beetje stug kunststofachtig materiaal. Was wel leer stond erbij, maar omdat het moest, doordat je het veel ging gebruiken, zou het soepeler worden. Dat was ook zo, maar dan moest je het veel gebruiken en werd het soepeler. Deze zijn die al gemaakt van soepel materiaal. Dus die hoef je niet in te werken. Die zijn meteen al goed. Dit is een nieuw setje waar we net uit de doos hebben gehaald. En die werkt zo. Deze super soft kostte €85 inclusief instructies. Mm-hmm. We hebben nog oude. Yeah. Dus oude. Ja. Dat zijn onze eigen nog inderdaad ook. We hebben nog oude. Er zijn deze, maar dan de niet super soft. We hebben nog 1 of 2 van handen volgens mij op dit moment. €75. Oké, okay, ja. Yeah. En we hebben ook al jarenlang onze eigen versie. Dat is echt leer. Echt ook zacht leer, super soft zeg maar. Dit is meer een, ja, ik vind het niet echt, dit is volgens mij niet echt leer als ik het zo zie. Dat ben ik altijd daar wel leer, maar dit is glimmend plasticachtig iets. Mm-hmm. En van ons zijn echt leer. Dat zijn echt, kun je ook zien. Maar dit is al veel gebruikt trouwens, het is al echt een paar jaar oud. En die hebben we dus ook. Nou, en onze versie kost €39. Wat is het verschil? Nou, het materiaal. En het feit dat wij zelf hebben laten produceren. Ja, er geen naam aan verbinden verder. Kijk, je betaalt altijd naam, je betaalt altijd idee ook. En wij kunnen deze gewoon een hele interessante prijs aanbieden. En zo, de cel zit hier alleen geen instructievideo bij, tenminste. Niet officieel, maar als we de tijd vinden, maken we er ook even een filmpje bij. Dat kan. Dat is ook niet verkeerd. We deden het nou met een ring, maar het kan, zoals op de afbeelding staat, ook met een muntje. Ja. Je kan iemand een naam op een muntje laten zetten of... Ja, alles wat in principe klein genoeg is om in dit mapje te passen, dan blijft er niet heel veel over, maar munten, ringen, ja, het is makkelijk te doen. Ja. En ja, ik vind het een gaaf truc. Yes. Dus nogmaals, onze eigen versie Nesting Wallets 39, super soft versie, dat is de nieuwste, 85. Mm-hmm. En de oudere versie, de voorganger van deze, 75. Hebben we alles gekocht, toch? Yes. Oké. Dit ook even plek maken hier. Hey, dit is ook hot. Als je ziet hoeveel trucs met kubussen dat er zijn momenteel, zijn er echt veel. Mm-hmm. Toch? Ja, jij bent ook al met Cube3 bezig. Cube 3, ja. Er zijn zoveel trucs met kubussen. Nou, ik ben helemaal niet handig met kubussen. Ik zou niet zeggen dat ik een hekel heb, maar ik heb niet de zin en de tijd om te leren om die dingen op te lossen. Ik bedoel, ik heb eerder de neiging om ermee te gooien, zeg maar. Weet je wel, dat die dan, dat je gewoon... Oké. Nou, dan moet je mij ook iets leren. Als ik dat eerder had geweten, had ik dat al jaren eerder gedaan. Ja, dat geloof ik. Nee, dit verkopen we al heel lang. Het is een oud ding. En volgens mij heb ik hem niet laten zien in de update, maar ik heb het niet teruggekeken. Jawel, dus jawel. Zie je? Ik heb het laten zien. Ja, toch? Nou, bij deze nog een keer. Enchanted Cube. Ik had toevallig gisteren gezien. Oké. Okay. Nou, we hadden het daarom, we zijn spontaan die dingen hier neergezet. Ik denk, doe het eventjes.
Maar ja, misschien wel toch wel handig in navolging op alle Cubus trucks die er de laatste jaren zijn uitgekomen. Dit is de niet originele versie, die wil zeggen dit is een Cubus gemaakt van witte kunststof. Kost een tientje. Ja, zeg goed. Als je wil, hebben we ook een matchende gewone Cubus. Matchende wil zeggen, hij ziet er ook echt zo uit. En die is niet geprepareerd, deze is wel geprepareerd. Kost 5 euro. De sets op de site en Enchanted Cube set wit. 12,5 voor allebei. We hebben ook een originele Rubik's Cube. Echte originele, zeg maar. Dan heb je een mooie, ditzelfde effect gemaakt van een echte Cubus. 49 euro. Heet ook Enchanted Cube. Dus dat kun je op de site allemaal terugvinden. Zal ik er verder geen tijd aan besteden, aangezien we hem ooit gehad hebben. Maar ik denk toch leuk om even te laten zien. Ja, en is het moeilijk trouwens? Het is niet moeilijk, maar je moet wel oefenen. Ja. Dat zeg ik er even bij. Vet cool. Enchanted Cube. I love it. Nou, even een lezingje tussendoor. Ja, dat is een goeie. Want Luc Germay staat op de planning hier. Ja. Voor een fantastische workshop en een daarbij behorende lezing. Ja. Nou, dit is de laatste nieuwe DVD, toch? Ja, die hebben we gisteren ontvangen. 4 DVD's. Oké. Okay. Bomvol met gave effecten. Nou, alles wat hij hier is laten zien, dat zal, nou niet alles, maar veel ervan zal waarschijnlijk wel de revue passeren. Ja, ja, dat is zeker. Er zit in de workshop of in de lezing. Ik denk eerder in de lezing, want daar had hij het over een question answer act. En die staat hier ook in, daar hebben ze het hier ook over. Het is, ja, ook voor de mensen die het niet weten nog, 29 mei, zondag, hebben we een exclusieve workshop van Luc Germay hier in de winkel. Maximaal 15 mensen, er zijn nog plaatsen vrij. Wat kun je verwachten van 1 tot 6 krijg je gewoon persoonlijk les van Luc Germay, zeg maar. Nou, als je Luc Germay kent en zijn werkwijze en zijn denkwijze en zijn manier van presenteren, nou, dat is echt wel anders dan het standaard mentalisten trucje, laat ik het zo zeggen. Dat is een hele andere denkwijze en dat moet je zien om dat te begrijpen. Als je zijn werk kent, dan weet je ook wat ik bedoel. Ik kan het heel moeilijk even zomaar uitleggen. Maar ik kan je wel vertellen dat bekende mentalisten, maar ook minder bekende mentalisten, die hem in één keer aan het werk gezien hebben, of boeken of dvd's hebben gekocht, vaak in één keer een compleet nieuwe kijk krijgen op hoe mentalisme eigenlijk zou moeten zijn. Of zou kunnen zijn. Wat het gewoon sterker maakt, dat je publiek echt het idee heeft dat je echt gewoon hun gedachten zit te lezen. Nou, je leert hier gewoon inderdaad ook een act op, question answer act, waarbij je eigenlijk gewoon geen voorbereiding, geen stoeltjes, geen pre-show. Waar je van nodig hebt om dan toch een half uur gewoon een verbluffende mentale act kunt neerzetten. Nou ja, wie wil dat niet? Ik bedoel, ik heb zelf ook een show. Nou, en als ik ga, heb ik niks bij me. Laat ik zo zeggen, dan heb ik toch wel materiaal bij me. Ja. En als dat gewoon kan met minimaal materiaal, als mentalist zijn, is dat gewoon het gaafste. Want in principe zou je, behalve misschien pen en papier, weinig nodig moeten hebben ook. En dat kan. Ja. Dat kan. Ja. Dus hij komt nu een workshop doen op 29 mei. Zie je website ook. Bij de categorie lezingen helemaal rechtsonder kun je dat zien. Of je kunt tussen alle producten in de categorie heb je kaartjes lezingen. En als je daar klikt zie je alle lezingen en workshops. En dan zul je ook ontdekken dat de maandag erna, 30 mei, geeft hij ook een lezing. De lezing, daar zit ook het van die question answer act in wat hierop staat. En die kost 20 euro. Workshop overigens 100 euro per persoon. Ja, daarvoor kun je ook opgeven. Er zijn geen vereisten. In principe als jij komt, er wordt niks van je verwacht. Nee. Dat je professional bent, dat je allemaal dingen kent. Dus je kunt gewoon, als je een applicatie koopt, mag je binnen en er is niemand die vragen stelt. Laat ik het zo zeggen. Absoluut niet. Nee. En dit is de DVD-set. €97,50. 4 DVD's, 8,5 uur vol materiaal. En ook hele sterke kaartroutines zitten ertussen. Dus niet alleen maar puur mentalistische effecten. Tientje per uur ongeveer. Ja. Nou, ik zeg in het winkelmandje. Ja. Hij heet Premise and Premonition is het van Luc Germay. Kijk hem even na als je twijfelt om over naar die lezing te komen, want grijp die kans, want we hadden hem, Luc Germay was hier met Chris Wallens, ik weet niet hoe lang geleden, 4 jaar is dat, misschien 5 jaar. Ik vergeet niet altijd, dus dat hij was in de sneeuw met de trein in België, er was een hele vertraging en alles. Maar zijn lezing was ook echt ijzersterk. Ik weet dat ik heb veel lezingen gezien. En ook veel mentalisme lezingen. En ja goed, er zijn veel mentalisten die koop je kant-en-klare effectjes met gimmicks en alles. En wat hij daar deed, daar vond ik gewoon
dat vond ik. Kon ik niet bij me mee gedachten. En heel veel mensen met mij op dat moment niet. Die konden niet verklaren wat daar gebeurde. En als je dat uitleg hoort en dan zijn manier van denken meekrijgt, dan denk je echt: damn, dit is toch eigenlijk wel. Real world shit. Waarom wist ik dit niet? Waarom wist ik deze informatie niet? En dat kun jij dus ook leren. Check the site. Check the site. Yes. Dan heb ik. Ik wil je eens laten zien over mijn allernieuwste hobby. Ik ben toch wel trots op. Ik heb namelijk heel lang gespaard voor deze mooie kleurtjes. Nou, uitgekleurd. Waar zijn mijn kleurtjes? Heb je ze? Ja. Mijn kleurtjes. Wat kun je met kleurtjes? Kleuren. Nou, ik was toevallig onlangs jarig. Oké. Niet als geloof ik zeg. En toen kreeg ik een. Ik vroeg een groot kleurboek. Kijk dan. Nou, een groter bestaat niet. Nee. Groter bestaat volgens mij niet eens. Kijk, ik zal het laten zien. Het is echt een heel groot boek. Zie je, als je dat met stiften zou doen, zou je gewoon één stift per pagina leeg kleuren. Ja, dus daarom doe ik mijn kleurtjes. Inderdaad. Kun je veel langer mee doen, namelijk. Maar ik had dus het plan. Mm-hmm. Als je nou namelijk. Wacht, krijg jij ook een kleurtje? Deze nou vast. Ja. Als jij dan met al die kleurtjes, zeg maar, dat boek gaat inkleuren. Daar heb ik iets voor bedacht. Doe even alle kleurtjes in doosjes. Dan zwaai je even met het kleurtje over de doosje. Kijk, dan doe ik dit. Tada! En dan zijn die kleurtjes spoorloos verdwenen. Zie je? En als je hetzelfde kleurtje pakt, zwaai me over het boek. Het hoofd is gewoon hier trouwens. Ja, kijk. Dan kun je goed kleuren. Valt mee. Er zijn alle tekeningen. Oei. Helemaal buiten de lijntjes. Ja, dat goed kleuren is niet echt natuurlijk. Nee, absoluut misschien niet. Misschien had je gezegd dat je even moest concentreren. Maar, ja, dat was misschien beter geweest. Dat was misschien beter geweest. Oké. Concentreer je even op je allerbest. Ja, okay. Zwaai even met de potlood over het boek. Ja. Ik ben benieuwd. Nou. Kijk, helemaal. Kijk, dan helemaal alles. Wauw. Helemaal ingekomen. Netjes ook binnen de lijntjes. Ik heb het wel even overtroffen. Heel mooi. Dank je. Nou, mooi. Weet je, hè? Nee. Nu kan ik natuurlijk wel niet meer kleuren, want ik heb geen kleurtjes meer. Nee. Pak even potlood. Ik pak het potlood. Zwaai er even overheen. Oké. Wacht even, dat zijn ze weer compleet namelijk. Ja. Zo. En mijn kleurtje ook weer terug. Oké. Dit waren twee dingen in elkaar. Want ze gaat het altijd. Ik zeg, we laten even het kleurboek zien. Is het Colossal Coloring Book. Nou, dat zou je zien. Mm-hmm. Van Danny Orleans. Ja, heel gaaf. Heel groot. En je krijgt er echt een flinke routine bij op video. En ook op papier. Dit is gewoon eigenlijk even een korte demo van een kleurboek, maar als je het voor een zaal met kinderen doet, met alles erbij wat je kunt bedenken, is het een hilarisch nummer. Daar kun je echt flink wat tijd mee vullen. Een minuut of 8 denk ik zelf, misschien wel 10. Het is gewoon heel erg groot. En het feit dat je hier buiten de lijntjes kleurt, in plaats van dat een boek, normaal is een boek leeg, dan komen de tekeningen in, dan zijn ze ingekleurd. Dan zijn deze. Ja. Standaard kleurboek. 10 euro. Zie je, dan gaan we weer extra dingen bij halen. Dit is een boek, dus eerst heb je tekeningen. Dus klopt, je verhaal klopt, het is een kleurboek, er zitten tekeningen in. Mm-hmm. Dat is bij een normaal boek niet, dus wit. Mm-hmm. Dan ga je kinderen laten kleuren, helemaal fout. En dan is alles netjes ingekleurd. Dus qua verhaal ook leuk, misschien ook wel leuker. Nou, het kost 55 euro, coloring boek. Mm-hmm. Daarnaast had ik dit er even bij gepakt. Ik denk, het is wel leuk om iets te laten zien om te combineren. Want het is altijd leuk om combi te maken. Dit zijn de Traveling Pencils. Ik moet even de prijzen bespieken. Die is 49 euro. Dus het idee dat de kleurtjes verdwijnen uit het ene doosje en terechtkomen in het andere doosje. Dus die zitten er niet bij, maar die hebben we wel apart. Dat kun je natuurlijk ook gebruiken bij je gewone kleurroutine. Ja. Nou, ik kan hem nu ook niet laten ook, want we hadden het er toch over. Ja. Het schiet niet anders, dan gaan we het de volgende keer doen. Gebruik ze wijzen eruit. Dit boek is dus. Ik zal het zien ook. Ja, het is helemaal leeg. Zie. Als je je vingers knipt. Mooi, hè? Kijk. Wauw. Ja. Ik wist niet dat kon. Ja. Als je weer in je vingers knipt, zie. Dan is het boek opnieuw weer helemaal leeg. Dus je kunt je tekening invoegen, dat is het idee. Alleen meestal zeggen mensen dan, en ik hoor nu niks. Kan het kloppen, we zitten voor een camera.
Hey, je hebt het niet laten zien. Nee. Oh, heb ik niet laten zien. Oh, sorry, wacht even. Ik zal het zien. Er zit natuurlijk echt tekening in, zie. Echt tekening in goochelaar. En er zit ook een knopje op de neus hier van de goochelaar. Dus elektronica. En als je daar op drukt, dan zijn alle tekeningen ook nog zie, ingekleurd. En het leuke is, als je schudt, zeg maar, dan vallen alle lijntjes eruit. Of langs de tafel doen zo. Uh-huh. Dan is het boek ook weer helemaal leeg. Dus het gewone kleurboek, waar we al jaren verkopen. We kopen er heel veel van. Dus naast het grote, toch weer een normale kleurboek. Magic coloring boek. Magisch kleurboek. We hebben ook een blanco versie. Dan zeg je, die was blanco. Nee, we hebben er ook een die is compleet blanco. Geen truc ook. En die kun je desnoods, er zijn mensen die dat willen, als kinderen naar de show komen. Hey, mogen we een kleurboek zien? Dan zeg je, ja hoor, hier kijk maar. En dan kunnen ze bladeren wat ze willen. Blijf blanco. Dus dat is ook een leuk iets. Kleurboek. Oké. Ik heb hier een doosje. En daar kan ik eigenlijk alleen iets over vertellen. Maar ondertussen kun je misschien het filmpje af laten spelen. Ja, we laten het filmpje even afspelen. En wat je op het filmpje nu ziet, dat is dat drie ringen bij elkaar worden gepakt. Ja. Die worden in de hand gepakt. Je kunt erop blazen, je kunt er overheen zwaaien wat je wil. Ja, je leent drie ringen van drie verschillende toeschouwers. Ja. En die komen dan aan elkaar vast te zitten. Ja. En dan kun je ook laten verifiëren en dan gaan ze los. Dat is wat je op het filmpje nu ongeveer ziet terwijl wij nu praten. Mm-hmm. Nou, en het gave is, kijk wat je nu ziet, dat is een filmpje. En dat filmpje moesten wij zo maken om het visueel te maken. Ja. Maar wat gebeurt er vanuit de ogen van de toeschouwer? Want dat is eigenlijk anders dan wat jij nu ziet. Ja, vertel maar. Ja, in principe nou, kom je op. Je leent van toeschouwer 1 een ring. Je leent van toeschouwer 2 een ring, van toeschouwer 3. Die pak je alle drie bij elkaar. Je doet er bijvoorbeeld je goochelstok doorheen. Een magische beweging. En die drie geleende ringen... Belangrijk detail. ...zitten aan elkaar vast. Want dan vraag je nog een keer aan toeschouwer 1 of de H-ring is. En ze zal bevestigen dat de H-ring is. Ja. Dat doe je ook zo voor toeschouwer 2. En ook toeschouwer 3... zal vertellen dat het haar ring is. Ja, dat je ook echt vastzet. Ja. Dus voor heel het publiek wat erbij zit, is het drie keer bevestigd. Nou, daar zijn hun ringen net geleend aan elkaar. Ja. Wat de F. Ja, ja. En het mooie is, je maakt er weer los en je geeft ieder ook weer de ring terug. Nou, dat kunnen wij hier niet demonstreren, want we hebben niet een hele zaal vol toeschouwers. Want het is wel een effect wat je het beste kunt doen. Voor een groter gezelschap. Ja. Dus niet voor twee of drie vrienden waar je dat mee doet. Echt een groter gezelschap. Mm-hmm. En dan is het volgens veel, ook bekende goochelaars en illusionisten, een van de meest sterke acts die je kunt voorstellen. Maar je moet je ook, als je een beetje ervaren bent in het goochelen, dan weet je dat als je een voorwerp leent van iemand, een persoonlijk voorwerp, zoals een ring, en je doet daar iets mee, dat erin haakt. Ja. Dat is gewoon zo. Laat staan, kijk, een ring laten verdwijnen en ergens laten verschijnen, zeggen mensen, ja, hij deed dit of hij deed dat. Maar op het moment dat jij drie ringen leent, die aan elkaar gaan, wat niet kan, want normaal zou je iets moeten doorzagen, openbuigen, aan elkaar, dicht. Dat moet je doen. Dat kan niet. Nee. Dus je doet echt het onmogelijke. En dat is gewoon het coole. Nou, en hier, dit is inderdaad een Himber ring. Mm-hmm. Die hebben in twee kleuren. En dat is het geheime middel, de geheime gimmick, die je gebruikt om alles te laten slagen. En de toeschouwer weet het bestaan hiervan dus niet. Dat is het idee. Ze zien hem wel, maar ze weten niet dat het bestaat. Zo, nog vaker is het. Ja, het geheim maar we vinden is zonde omdat helemaal. Cool. Ja, het geheim is ook vet cool. En we gaan het ook heel niet uitleggen omdat we dat niet willen laten zien. Nee. Maar als je echt een vet sterk effect wil hebben, Google anders eventjes. Of op YouTube misschien ook al effecten, Himbering. En jij zal ook foute filmpjes tegenkomen, misschien om een explanation. Laat je daar niet door misleiden, want het is serieus een heel sterk effect. Ja. Het is niet voor niks dat de hele bekende goochelaars momenteel dit effect echt in een professionele act verweven, zeg maar. Ja. Kost €35, inclusief een video-instructie. Een Nederlandstalige uitgebreide video-instructie. Ook wel belangrijk om te weten. Ja, we hebben geen details uitgelaten. Nee, we hebben eigenlijk een routine die we eigenlijk... We kennen een aantal bestaande routines en daar hebben we eigenlijk... het beste van genomen, ja.
om dat samen te voegen tot één solide routine. Een geloofwaardige routine ook. Je moet, goed je moet wel even oefenen en niet echt qua handeling of zo, want er zit niet echt heel veel moeilijke handeling in. Maar het is ook een bepaalde bravoure, laat ik het ja, zo je zeggen. Moet overtuigend overkomen. Ja, overtuigend. Ja, je goochelaar doe je soms dingen, je liegt soms, laat ik het zo zeggen. Je kan zeggen ik doe dit, maar je wil zeggen dat je dat doet. Nou. Keihard liegen en daar zelf in geloven. Ja. Nou, als je dat goed kan, dan is dit het truc voor jou. Himbering. Oké. Okay. Nou, we hebben laatst een vraag binnengekregen naar aanleiding van al onze updates. Nou, pak hem maar zo. Pak hem maar zo. Ja. Of we ook close-up matjes konden reviewen of konden laten zien. Nou, bij deze. We hebben de kast leeggetrokken. We hebben een aantal in allerlei verschillende kleuren en maten. Dit is de goedkoopste die we hebben. De close-up matten van Gosch zijn er van tientje, 10 euro. 10 euro jongens. Kijk eens even. Prachtige kleuren. Hè? Zwart, rood en blauw. Mm-hmm. Het is een soft foam onderkant. Ja. Dus kijk wel een klein beetje uit als je hem op een natte tafel legt. Ja. Dat vindt hij niet fijn. Trouwens, een tipje: als je hem even wil bewaren en niet zo wil bewaren, als je hem oprolt, altijd met de mooie kant naar buiten. Ja, dat is een goede tip. Dan zeg je, dat is niet logisch, dan wordt hij vies. Maar als je het andersom doet, dan krijg je rimpels. Ja, dan krijg je rimpels. Ja, sowieso. Matten oprollen, het gaat dan, daar komen we zo meteen bij andere matten over. Je kunt ze oprollen, maar hoe langer je ze oprolt, de lagen, dat zijn lagen op elkaar gelijmd, staan dan wel onder druk. Dus als je gaat opgerold gaan waren, gaan de laagjes, dit zijn twee laagjes zoals je op camera kunt zien, gaan wel eerder loslaten. Omdat er spanning op staat. Als het plat liggen staat er geen spanning op, maar als je het gaat rollen, komt er spanning op. Dus het gaat loslaten. Dus dit zijn prachtige matten voor, je moet er niet van uitgaan dat dit de matten zijn die een leven lang meegaan. Kijk, voor thuis, prima matjes, mooi laten liggen ook. Maar op het moment dat iemand, als je een optreden hebt, die zet er een glas drank op en je hebt er een kring op en je gaat met iets poetsen, dan wrijf je, zeg maar, dan zou je het stuk kunnen wrijven, omdat het een heel dunne, hele dunne toplaag is. Ja. Maar het zijn voor de prijs prachtige matjes. Absoluut, zeker als je een beetje met kaarten bezig bent, die wil een mooie waaier maken. Dat is het, maken. Ik gooi hem hier even met de grond. Nou, dit is zo'n soortgelijke mat, maar dan met een rubberen onderkant. Ja. Dus als je die op een natte tafel legt, is er eigenlijk niks aan de hand. Ja, en dat is eigenlijk dezelfde mat als die we trouwens hier hebben liggen. Die is twee keer zo groot, van opleggen, zie je? Dus dit is de grote broer. Dit zijn, vertel maar. Ja, die hebben we ook in allerlei verschillende kleuren. Ja. En ook nog met de opdruk van De azen. De azen erop. Ja. Kijk, de gewone kleuren zijn 15 euro per stuk. Dus dat heb je zonder de opdruk, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dit zijn echt gewoon ook, dit zijn ook laagjes. Hier geldt hetzelfde voor met oprollen. Echt veel oprollen. We kunnen lagen loslaten. Op de lange termijn heb ik het over, niet in een dag. Hè? Maar dit zijn gewoon hele mooie matjes. En dit zijn exact dezelfde mat inderdaad met de bedrukking. En die hebben ook mooi. Normaal in al deze kleuren. En de bedrukking is altijd in het geel goudachtig. Oké. Ik zal ze even verplaatsen hier, dat zijn deze, die normaal hier liggen, dan leggen ze mooi terug. En dan hebben we die met de azen inderdaad, die heb ik hier toevallig ook voor het idee eventjes, pak ze even erbij. Kijk, hebben we nog de andere azen, mooi. Hebben we ook nog zwart, maar die zie ik even niet liggen nu. Mm-hmm. Ja, die hebben ook in de grote versie dus, dat zijn deze, dat zijn diezelfde matten die net zag, maar dan in de hele grote versie. We hebben in rood, normaal groen, blauw en zwart ook dezelfde tenten, die zijn 25 euro. Maar er zijn niet altijd alle kleuren van leverbaar. Dus dat is altijd, normaal proberen we altijd voorraad te houden, maar ze zijn niet altijd leverbaar. Dan heb je deze nog, de Magic Mat. En deze twee maten. En ook nog. We gaan eronder, dan kunnen ze mooi over elkaar, dan kunnen we het verschil zien. Oh ja, dus dit. En dit inderdaad, small. Ja, dit is met een rubberen onderkant. Ja, dit is rubber. Dat betekent, dit zijn de matten, naar mijn idee. Als je dit koopt, dan zijn je hem kwijtraakt, hoef je nooit meer een nieuwe te kopen. Ik bedoel, dit doe je normaal niet met een close-up mat. Maar er gebeurt niks mee. Normaal doe je dat niet, maar ja. Bedoel, het is, iemand zet er iets op, een glas, heb je een kring erop. Je loopt naar de kraan, afwasmiddel erop. Onder de kraan, afwassen, klaar.
Dit is echt gewoon puur rubber. Dus dit, je hoeft niet bang te zijn dat het stuk gaat. Ook als iemand een glas opzet, hoef je niet... Oh, dat was mijn mat. En dat is, ja... Vind ik kwalitatief, ja, zeg maar, de beste mat. En wat ik handig vind, is natuurlijk met al die rubber, hè? Ja, dat, je niet, dat heb je met die foam wel. Als je die foam op tafel legt, gewoon. Oh. En je, dan schuif je mat mee als je de kaart uitspreidt. Ja. Als je je mat vasthoudt, zeg maar. Ja. Dus dit is... En die heet allemaal Magic Mat. Er zijn de goochelaars die zo heten, die bedoel ik niet. Magic Mat. En dan moet ik even uit mijn hoofd, want ik zie niet alles is geprijsd. Deze is 42,5, dat is de hele grote. De medium is 32,5, zoals ik hier zie. Klein is 25, volgens mij. Ja, of 29 in die koers in ieder geval. Maar het kan zijn, de prijzen nog alles wijzigen met dollarkoers. Dus het kan zijn dat hier net een andere mat ligt. Want het is niet onze echte voorraad, die ligt in het magazijn. En dan hebben ze dit soort matten momenteel ook nog met bedrukking. Ja. Dan gaan we deze even wegruimen. Voor de afwisseling. Dit zijn ja, hele mooie. Superdun. Ja, flinterdun. Echt nou, 1,5-2 mm. Ja. Kijk eens. Ik kan niet binnen, zeg maar. Ja. Ja, met het patroon van de achterkant van de bicycle kaart. Ook in blauw. Ja, mooi hoor. Vet cool. Vet cool. Geen idee van de prijs trouwens. Maar die staat nu onder in beeld. Dus dat is net zo handig. Ja. Moet ik er nog meer over zeggen? Ja, daar hoef je niet meer te zeggen. Dit is ook... Ja, kun je ook afwassen. Ja, dun, rubberen achterkant. Makkelijk mee te nemen, dus ja. Mooi, man. Ook mooi. En dan hebben we voor de liefhebber of voor de street magician. De street... Close-up. Close-up. Ja. Dat zijn echt leren matten. Echt volledig uit leer. Opgevuld. Exclusief bij ons verkrijgbaar. Er zit een ring aan. Waarom zitten die ringen aan? Nou, die zitten aan. Vaak als je straatgoochelaar bent, heb je niet een kar bij je met spullen. Maar heb je bijvoorbeeld een tafel of wat dan ook. En waar je dingen aan kunt hangen. Bijvoorbeeld aan je ringen hangen aan de zijkant. Als je een oogje aan, als je een haakje ergens een tafel hebt. Of wat dan ook. En je hebt je mat niet nodig. Want normaal heb je hem. Of je hangt hem in je riem desnoods. Je kan hem aan een lusje ophangen. Die matten hebben we ook in diverse kleuren. We hebben groen, rood en blauw. En de prijs van deze dingen staat ook nu onder in beeld. Want ik weet het nu ook even niet uit mijn hoofd. Ze zijn allemaal professionele lederen matten. Gemaakt door echt een leerbewerker. Dus geen goedkope spul. Dit is echt professioneel materiaal. En dan denk ik dat we, behalve de Ger Koppelmat, die ook al een tijd geleden besproken is. We hebben allemaal alle matjes gehad. Dus nou, bij deze dus de... Ja, de close-up matten. Antwoord op de vraag van de close-up matten. Dan hebben wij, ja, wil ik je iets laten zien. Het is een soort van experiment. Ik hou van experimenten. Ja, jij houdt van experimenten. Meestal wel, ja. Spelkaarten, nou ja. Niks bijzonders, dat is even het idee. Niks bijzonders. Niks bijzonders. Joker halen we er even uit. Mm-hmm. De rest gaat keurig in het doosje. Ja. Nou mag jij zelf die joker, ik zal het omdraaien, mag jij zelf die joker vastpakken zo. En mag je die ergens willekeurig in het spel steken voor een deel. Maar niet uit waar. Wat jij wil. Oké, okay, nou. Hier zo. Daar, ja, oké, okay, zo zullen we doen. Oké, okay. Stel voor. Ik stel me voor. Dat ik door de ogen van die joker zou kunnen kijken. Dat ik daar doorheen zou kunnen kijken. Huh? Dat zou gek zijn natuurlijk, maar goed. Ja, dat kan niet, maar oké. Okay. Ik stel me het voor, ja. Dan zou ik kunnen zien welke kaart daar langs ligt. Toch? Daar ben je met me eens, hè? Waar? Ja. Dat klopt, ja. Oké. Okay. Het gekke is namelijk... Wat is er? Eigenlijk kan dat niet. Kijk, want die joker, die zit met zijn gezicht naar beneden. Ja. En in principe kijkt hij naar de rug van de andere kaart. Ja, oké. Okay. Stel dat ik dan ook nog daardoor daardoorheen zou kunnen kijken. Ja, oké. Okay, ja, nee, dan wordt het helemaal onmogelijk. Ja? Dus jij denkt dat ik niet zou kunnen weten dat de joker precies langs de klaveren 9 ligt? Dat zou ik heel knap vinden. Ja, dat zou ik heel knap vinden. Maar alles eerlijk uit. Pak het zo vast.
Het is bijna opvallend hoe als ik het eruit haal, maar als het goed is, zal het zo uitspreiden, zo eerlijk mogelijk. Ik zie het exact langs de klaveren negen, zie. Dat is toch heel knap, nee. Ja. Dit is de Devil's Joker van Ferry de Riemer. Ferry heeft briljante ideeën, al jaren. Magic Shop heeft ook een aantal van zijn effecten uitgebracht. Ik doe het even zo, dan zie je hoe het eruit ziet als je het krijgt, zeg maar. Dit is de Devil's Joker. Waarbij je dus weet, als mensen een kaart in het spel steken, waar die zit. Dat kun je trouwens meteen zeggen hoor. Niet, je hoeft dat verhaal wat we nu onderling deden, was gewoon echt voor de flauwekul. Hoef je niet bij te doen, normaal weet je het meteen. Ja, dat is eigenlijk het idee. Je verhaal, hoe je weet en waarom dat je dat weet, dat kun je natuurlijk zelf bedenken nu. Mm-hmm. Dus gewoon even dat ik de ogen van de joker kijk. Is ook niet moeilijk. Je moet even een bepaald systeem in je hoofd krijgen. Yeah. En dat systeem, als je het eenmaal snapt, hoef je het ook niet meer echt te onthouden, want dan is het puur logica. Dus je hoeft niet een compleet stacked deck, zoals ze dat wel eens noemen, van buiten te leren of een ingewikkeld iets. Maar je moet wel even iets weten. Nou, er zit alles bij. Er zit een kaartje bij met het instructiefilmpje. En nog een extra kaartje voor het geval dat je, ja, dat, je dat nodig zou hebben. Mm-hmm. Maar daar kan ik niet te veel over zeggen. Devil's Joker kost, ik dacht, €25. Inclusief video instructies in de Nederlandse taal, of als je in het buitenland zit, in de Engelse taal. Ik heb gemaakt een buitenkoppel. Het kost ongeveer 20-25 minuten per spel om te maken. Dus je krijgt wel iets speciaals. Ook kun je het uitwaaieren, mensen mogen de kaarten zien, mogen de kaarten ook onderzoeken, bij wijze van, er is niks aan te ontdekken. Maar het is wel even werk om het te maken. Geen roeglat, je moet wel geen zelf magneten, geen draadjes. Nee. Wij hebben ze gemaakt. Oké. Dus je betaalt dat wij eraan gewerkt hebben, zeg maar. Oké. Devil's Joker. Mooi. Hey, ik ben hier doorheen. Ja, ik heb nog twee lege dingen. Oh. Nou, het is... Ja? Het zijn lege doosjes. Er wordt, ondanks alle kaartspellen met kaarten erin, toch nog regelmatig gevraagd naar lege doosjes. Ja. Dan gaat het voornamelijk om de achterkant, de kaart die daarop staat. Ja. Ja. We hebben ook gewoon de klassieke... kaartspellen die je kunt bestellen waar dus de kaarten in zitten. Ja. Maar tegenwoordig dus ook doosjes, losse doosjes. Je moet jezelf nog eventjes in elkaar zetten. De blauwe lijm erop of dubbelzijde tape en ready. Yep. En rode zijn momenteel een iets ander systeem, maar op zich niet minder om. Hoef je niet te lijmen niet eens, die kun je gewoon een flapje dichtmaken, zeg maar. Dan heb je kaartendoosjes. Kosten per stuk 50 cent. Nou. Peanuts. Dat is wel. Ja, dat is ook zo. Alright. Eén allerlaatste ding. Oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. Er komt altijd iets achteraan. Nee, twee dingen nog. Maandag hebben wij Bond Lee uit Korea hier. Manipulator. Ja, hij heeft het onder andere het 18 plus effect uitgebracht met de... kaart in condoomverpakking, ook toevallig, heeft niks met manipulatie te maken, maar goed. En wat kleinere effecten, maar heeft ook allerlei biljartbal manipulaties en dat soort dingen is hij heel goed in. En dat komt hij aanstaande maandag laten zien hier in de winkel, Bond Lee, om 8 uur. Er zijn nog genoeg plaatsen vrij, dus als je langs wil komen, zorg dat je erbij bent. Erg gezellig, altijd leuk als een grote groep mensen ook komt, voor iemand die van ver komt om zijn kunsten te tonen. Dus exclusief voor Nederland, of ook zelfs voor België, want hij komt niet... Volgens mij zit hij nu in Portugal en dan komt hij ook naar maandag, komt hij hier naartoe en dinsdag gaat hij weer verder. Daarna staan wij volgende week zondag, 25 april, ben ik op het juniorenconcours in Meppel. Dat is van de NMU, dat zijn eigenlijk de wedstrijden van de junioren, wedstrijden goochelen voor junioren, zijn we in Meppel. En dan ben ik ook aanwezig met een stand. Dus als je nou denkt, hey, dat is leuk, kun je dan dat en dat meebrengen, laat dat even weten. Je hoeft het niet verplicht te kopen, maar ik heb liever dat je een mailtje stuurt of even belt of iets kunnen meebrengen. Zodat je dat daar kunt bekijken. Dan dat je daarheen komt en zegt, ik heb een lijstje en ik wil dit en dit zien. En zeg ik, nou, die spullen heb ik nou net niet meegenomen. Dus laat het gewoon eventjes weten, vrijblijvend. Want het is niet een hele drukke dag over het algemeen. Dus ik neem niet bergen materiaal mee. Dus de kans dat het materiaal wat jij net zoekt daar niet bij zit, is aanwezig. Laat dat gewoon eventjes weten. Yes. En dan was het weer meer dan genoeg voor vandaag. Oké. Tot over een week of twee. Doei. Doei.